vriendinnetje mee. Ja. Hey guys, we zijn nu dus in Kids Wonderland in Brabant, in Molenschot, vlakbij Breda, volgens mij als ik het goed zeg. En het is echt een heel leuk concept. Het is een beetje Monkey Town Bungalow-achtig, alleen dan gewoon met een leuk thema en wat indoor attracties ook. Je hebt ook nog een hele grote buitenspeeltuin, daar gaan we straks naartoe. Maar het is gewoon allemaal net wat leuker eigenlijk, vind ik zelf hoor, dan Monkey Town. En die kinderen vinden het ook helemaal geweldig. Aroy heeft een klasgenootje meegenomen, Lynn, is haar beste vriendinnetje ook. Die komt regelmatig ook spelen bij ons. En ja, de herfstvakantie is begonnen. De laatste tijd hebben we het best wel zwaar gehad. Aroy ook, met het verlies van... haar oma, mijn schoonmoeder en mijn man zijn moeder. En dus ja, een klein beetje afleiding kan geen kwaad natuurlijk. Ja, het is wel echt heel leuk hier, moet ik zeggen.
Look at me, I look at you. Look at me, I look at you. How you like that? Ja. Even mijn haar doen hoor, want het ziet er niet uit. Het is vandaag 5 november, zaterdag 5 november. En we hebben straks een uitje met Niels werk. Hij werkt in de scheepvaart en het bedrijf waar hij werkt bestaat 50 jaar. Dus we gaan straks varen, superleuk. Ze hebben een boottocht geregeld, ze hebben mij benaderd om te zingen. Het wordt leuk. They gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth, turn my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Yeah.
kleuren. Lekker in de stad. Maya, oh, Judy. Ga lekker naar Fabiano.
ben eventjes buiten aan het lopen. Het is wel lekker eventjes. Nadat je heel de tijd op kantoor zit. En de omgeving vind ik hier zo mooi. Dus. Guys, ik ben nu op werk en het uitzicht hier is zo bizar mooi. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik werk vandaag van 11:30 tot 8. En de tijd gaat super snel als je hier bent, moet ik zeggen. Ik heb ook hele leuke collega's. En Niels werk is hier ook niet heel ver vandaan. Dus dat is ook wel chill. Soms haalt hij me op naar werk. Vooral als ik tot 5:30 of 6 moet of zo. Alleen vandaag iets later, maar dat is niet erg. Ook qua openbaar vervoer is het niet ver van ons huis vandaan. Dus klein is bij mijn moeder, bij mijn ouders. En ik heb eventjes pauze nu. Ik zit hem hier. Ik ben nu eventjes op de 5e etage. Ik ben een beetje de buurt aan het verkennen. Ik ben buiten geweest net. Ik werk hier nog niet zo heel lang, dus... Ik vind het sowieso wel lekker om af en toe even buiten te lopen en het gebouw te verkennen en zo. Dus, maar hier is het echt fantastisch. Ik weet niet wat ze van plan zijn om hier te maken allemaal, op deze etage. Maar echt heel mooi. Die grappige Piet was het, denk ik. Het is echt heel lang geleden dat ik hier ben geweest, man. Atol. Ik ben bij Atol met werk. Ons eerste teamuitje. Team Rotterdam. Gezellig. We hebben allemaal een drankje en we gaan straks beginnen. Cheers! Kijk, wij zijn het team.